alle leerlingen scheppen symbolisch zand op de plaats waar de gloednieuwe school moet komen. 3 jaar lang hebben de kinderen in dit noodgebouw les gekregen. Best wel een knus gebouwtje, want de klaslokalen waren niet zo groot als eerst. Snappen we ook wel dat ze een nieuw gebouw willen neerzetten. Maar het noodgebouw vond ik eigenlijk wel een hele fijne. Tijdens nieuwjaarsnacht van 2012 op 2013 brandt de oude kringloopschool af. Nadat de jongeren met vuurwerk bezig waren geweest. De verwoesting maakt veel los bij personeel, leerlingen en de ouders. Daar waren heel veel emoties bij. Ja, ja, mijn dochter zat erbij te janken. En ja, ik kreeg de tranen ook in de ogen omdat zij zo verdrietig was. Intens verdrietig. Maar na jaren van trage besluitvorming is het nu eindelijk feest. En de kinderen hebben al hun wensen in deze doos gedaan. Gewoon dat de school heel mooi wordt en dat de kinderen daar gewoon verder nog een heel leuk schoolleven krijgen. Volgend jaar is de school klaar. En dan geef ik nu...